De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de provinciale weg is al jaren een knelpunt voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Het is onoverzichtelijk, onveilig en de wachttijden zijn lang. Bovendien neemt in de komende jaren het aantal reizigers toe en gaan er daarom meer treinen op het traject rijden. Het verkeer moet dan nog langer wachten voor de spoorbomen. Ook de komst van nieuwe woningen draagt bij aan de mobiliteitsgroei. Ten slotte is het gebied vanuit het noorden en het westen slecht bereikbaar voor automobilisten. In het afgelopen jaar zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om te komen tot een oplossing. Deze oplossing moet zorgen voor een betere verkeersveiligheid en bereikbaarheid, hogere kwaliteit van de leefomgeving, aantrekkelijkere openbare ruimte en een meer toekomstvaste ruimtelijke structuur. Daarnaast draagt het ontwerp bij aan het beter functioneren van de A8 en sluit het aan op de lange termijnvisie van de gemeente Zaanstad op het gebied. De samenwerkingspartners verwachten een verbetering voor het verkeer doordat onder andere de spoorwegovergang verdwijnt en er een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel en verbindingsweg voor het autoverkeer onder het spoor doorkomen. Deze oplossing noemen we het definitief voorkeursalternatief. In deze video laten we aan u zien hoe het er straks mogelijk uit komt te zien. In deze oplossing sluit en verdwijnt de spoorwegovergang bij de Guisweg. Er komt een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel ter plaatse van de spoorwegovergang. Voor fietsers en voetgangers wordt de nieuwe Oost-West-tunnel tussen Rooswijk en Oud-Koog via een hellingbaan verbonden met het Noord-Zuid-fietspad langs het spoor. De provinciale weg wordt tussen de Guisweg en de Verzetstraat aangepast en opnieuw ingericht. Aan de oostzijde van de provinciale weg komt een fietsroute van de Guisweg via station Zaandijk-Zaanse Schans naar de Verzetstraat. De provinciale weg wordt deels verdiept voor autoverkeer om hier onder het spoor door van en naar de A8, Rooswijk, Westerkoog en Westzaan te kunnen rijden. Het watersysteem en de ruimte voor recreatievaart wijzigt in het definitief voorkeursalternatief niet, wat een voordeel is voor de ruimtelijke structuren en cultuurhistorie in Zaandijk. In de oplossing kiezen de partners ervoor om A8 aansluiting 2 Zaanstad-Koog en Zaandijk af te sluiten. Hierdoor ontstaan kansen in de directe omgeving. Een van de positieve effecten is dat de verkeersveiligheid erop vooruit gaat doordat de aansluiting als onprettig en onveilig wordt ervaren door de korte in- en uitvoegstrook. De oplossing verbetert de bereikbaarheid vanuit en naar het totale projectgebied. Maar het afsluiten van A8 aansluiting 2 zorgt in de directe omgeving ook voor een afname van de bereikbaarheid. Er moet immers vanuit de wijken iets worden omgereden om op de A8 te komen. Bijvoorbeeld via de nieuwe verbindingsweg die we u zo laten zien of knooppunt Zaandam. De omgeving heeft hierdoor wel minder verkeersoverlast en er ontstaat ruimte voor meer fietspaden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook komt er meer ruimte voor groen in plaats van beton, en daarmee de kans om de ruimtelijke inrichting van het gebied te verbeteren. Ten slotte
is de verkenning gestart om voor de Krommenier Schietvereniging een mogelijk nieuwe locatie voor de huisvesting te vinden. In de volgende fase komt er meer duidelijkheid over de toekomst van de schietvereniging. Terug naar de Provinciale Weg. Er komt een nieuwe Oost-West verbindingsweg voor automobilisten, tussen de Provinciale Weg tot A8 aansluiting 3 naar Westerkoog en Rooswijk, vlak bij het politiebureau. Dit noemen we de nieuwe Verbindingsweg. De Verbindingsweg wordt deels verdiept aangelegd en gaat onder het fietspad langs het spoor, een aquaduct en de Wesselstraat door. Het tennispark van Westzijdeveld wordt opgeheven en het huidige tennispark van KZTV wordt in deze oplossing aangepast en uitgebreid. A8 aansluiting 3 naar Westerkoog en Rooswijk wordt compleet gemaakt. Er komt een nieuwe toerit in westelijke richting naar Assendelft, Krommenie en verder en een nieuwe afrit vanuit het westen, waardoor minder doorgaand verkeer door Wormerveer en Zaandijk komt te rijden. Het verkeer dat nu gebruik maakt van A8 aansluiting 2 zal door het opheffen grotendeels van deze aansluiting gebruik moeten gaan maken. De nieuwe tunnels onder het spoor, de Provinciale Weg, het sluiten van A8 aansluiting 2, de nieuwe verbindingsweg en het volledig maken van A8 aansluiting 3 vormen op hoofdlijnen het definitief voorkeursalternatief van het project Guisweg. Voor meer informatie over het project en de onderzoeken kunt u terecht op onze website guisweg.zaanstad.nl of mail uw vraag naar guisweg@vervoerregio.nl.